onze laatste uitzending. Als de Russen komen, dan niet tussen vrijdagavond en maandagochtend, want dan is de Nederlandse soldaat met weekend. Een uitspraak van een cabaretier, Paul van Vliet. De geloofwaardigheid van ons leger wordt voor het Warschau-pact aangetast door drinkende en achter de vrouwen aanzittende Nederlandse militairen in de Bondsrepubliek. Dat is een uitspraak van een generaal, brigadegeneraal Van Vuren, commandant van de 42e Panzerinfanteriebrigade, waarvan delen in de komende weken over de grens oefenen. Die uitspraak is bij de militaire vakbonden in het verkeerde keelgat geschoten. Onaanvaardbaar, zei de heer Gooiers van de ACOM, de militaire vakorganisatie van het CNV, in ons half-elf-journaal. Er is op geen enkele wijze aan te duiden waaruit dat gedrag van die militairen blijkt. En mocht hij aanwijzingen hebben dat individuele militairen zich daar schuldig aan maken, dan heeft hij als commanderend officier alle mogelijkheden om daar een einde aan te maken. Doet de dienst welzijnszorg wel genoeg? Want ik heb ook begrepen dat militairen zich vaak kapot vervelen. Het probleem is inderdaad dat de vrije tijdsbesteding, met name van oefenende troepen in Duitsland, sterk onder druk staat als gevolg van bezuinigingen op het gebied van de welzijnszorg. Wij zijn van mening dat anno 1987 het programma van de dienst welzijnszorg volstrekt dient te worden aangepast aan de eisen van deze tijd. De verkiezingen in Italië. Flink verlies voor de communisten, lichte winst voor de christendemocraten en in verhouding flinke winst voor de socialisten. Dat is de trend in de uitslagen van de Italiaanse parlementsverkiezingen die gisteren en vandaag zijn gehouden. De Italianen kozen een nieuwe Tweede Kamer en een nieuwe Senaat. In de Kamer hadden de christendemocraten 32,9%. Nu wordt een percentage voorspeld van 34,3. De communisten zakken terug van 29,9% tot 26,4. De socialisten van oud-premier Craxi komen van 11,4% op 14,1%. En de groenen, die voor het eerst meedoen, stevenen af op 2,6% van de zetels in de Kamer van Afgevaardigden. De groenen hebben vooral stemmen van andere linkse partijen gekregen, met name van de communisten. De vorming van een nieuwe Italiaanse regering wordt voorlopig nog niet verwacht. Op het vliegveld Ben Gurion van Tel Aviv arriveerde vanmiddag minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken. Hij zal 3 dagen in Israël blijven. Op een gezamenlijke persconferentie met zijn Israëlische ambtgenoot Shimon Peres vertelde minister Van den Broek dat zijn bezoek voornamelijk gewijd zal zijn aan 3 zaken. De wederzijdse handel, de hulp aan de derde wereldlanden en de voorgestelde topconferentie over het Midden-Oosten. Het lijkt erop dat de West-Duitse justitie Mohammed Ali Ghamadei wil gaan berechten of dat zijn uitlevering naar de Verenigde Staten er zit aan te komen. Ghamadei werd in januari op het vliegveld van Frankfurt opgepakt omdat hij explosieven bij zich had. Hij wordt ervan beschuldigd te hebben meegedaan aan de kaping van een TWA-toestel bij Beirut, waarbij 1 Amerikaan werd doodgeschoten. Vandaag heeft er een confrontatie plaatsgevonden tussen Ghamadei en getuigen uit het Amerikaanse vliegtuig dat gekaapt was. Waarschijnlijk de TWA-bemanning. Uit veiligheidsoverwegingen werd er gebruik gemaakt van een helikopter. En eveneens uit veiligheidsoverwegingen werd niet bekendgemaakt waar de confrontatie heeft plaatsgevonden. Het kan zijn dat het hier op het kantoor van de officier van justitie gebeurde, waar een helikopter met waarschijnlijk de bemanning van het TWA-toestel aan boord op het dak landde. Maar het is ook mogelijk dat die bemanning later naar de gevangenis bij Frankfurt is gevlogen, waar Ghamadei nu al 5 maanden gevangen zit. Duidelijk is in elk geval geworden dat er beweging komt in de berechting van Mohammed Ali Ghamadei, of die nu in de Bondsrepubliek of in de Verenigde Staten zal plaatsvinden. En dan tenslotte het weer, met veel bewolking, vooral in het noordoosten, enkele buien, een krachtige noordwestelijke wind en temperaturen rond 13 graden is het morgen koud weer. Einde van deze laatste uitzending. Goedenacht en straks welterusten.